weet je wat nou fantastisch is? Ik ben met Frank Weijers, zijn we Deep Democracy, Griekenland. En we zijn naar ons hotel gegaan in Athene, dat doen we elk jaar. En ons hotel zit daar. En dit staat hier gewoon op een container. Er staat gewoon Harry, dat is hier in het Grieks is het Flip. En die heeft ons verwelkomd. Dat vonden we al fantastisch. We denken, hoe is het mogelijk dat we hier zomaar in Athene Harry tegenkomen? Harry die staat voor dat wat anders is, voor de stem, de minderheidsstem wijsheid geven. Daar hebben we een week lang om gewerkt. En dat gaat over conflict, dat gaat over laten horen wat anders is. En hierbij bleef het niet, want je moet even meekomen lopen. Voorzichtig, want er zit hier een drempeltje. Stopje, loop mee met me. Want het blijft niet erbij dat we Harry hebben gevonden. Het is nog bijzonderder. Want als je meeloopt en je kijkt hier, pas op, daar ligt hier een ding op de grond. Hoi. Als je hier kijkt, hier zo, dan zie je een straatnaam. En die straatnaam, Xenofondos, en dat is de naam van iemand. Maar we hebben het even aan Monica gevraagd. En Monica begeleidt ons in Griekenland bij de DD-week. En Monica weet dat Xenos vreemde betekent. En phony is stem. Dus wij vinden hier Harry. In de straat, met de straatnaam, het vreemde stemgeven. Ja, wat moet ik daar nog aan toevoegen? En nou, we zijn een dag later en spullen opgehaald, wij gaan naar huis en kijk, Harry is ook gevlogen. Ik denk terug naar Nederland.